Goedemorgen en welkom bij Beursjournaal van dinsdag 13 januari. De Amsterdamse beurs zal vanochtend de neerwaartse trend van gisteren voortzetten. De angst voor tegenvallende cijfers en het verlies op de beurs van New York gisteren zijn hiervan de oorzaken. Korte berichten in het nieuws vandaag. Vanochtend voor beurs kwam Arcijs met zijn kwartaalrapportage. In 2008 is de geconsolideerde omzet van Arcijs met 16,5% gestegen naar 354,5 miljoen euro. Dankzij de vele nieuwe projecten verwacht Arcijs toch omzetgroei voor 2009, ondanks de economische malaise. Air France KLM is er uiteindelijk in geslaagd om voor een bedrag van 320 miljoen euro een belang in Al Italia te kunnen nemen. De verwachting is dat de komende jaren een synergievoordeel van 720 miljoen euro zal worden gerealiseerd. Ook Fortis stond voor beurs weer in de schijnwerpers. Op de aanstaande aandeelhoudersvergaderingen van Fortis in Utrecht mogen aandeelhouders niet stemmen over de verkoop van onderdelen aan de overheden van de Benelux en de Franse bank BNP Paribas. In Brussel mag dit wel. Reden voor de afwijking is dat de Nederlandse ondernemingskamer van oordeel was dat de verkoop aan de Nederlandse overheid niet aan de aandeelhouders hoefde te worden voorgelegd. Terwijl het Belgische gerechtshof wel van mening was dat dit had moeten gebeuren. BNP Paribas liet weten dat het mogelijk alleen interesse heeft in een deel van de Belgische verzekeringsactiviteit van Fortis. Fugro heeft een overeenkomst getekend voor de overname van de Loadtest-groep. De overnamesom bedraagt circa 13,5 miljoen euro. Loadtest is een internationale marktleider op het gebied van het statisch testen van funderingspalen. Tot slot de overname van Essent. Het Duitse RWE is bereid 9,3 miljard euro te betalen voor het nutsbedrijf. Het betreft dan de productie- en de leveringstak van Essent, inclusief het belang in de kerncentrale Borselen. Met de overname komt RWE in de Europese top 4 van energiebedrijven. Overigens zou Essent niet mogen worden verkocht aan een bedrijf dat niet zelf zijn netwerk heeft afgesplitst. Naar de buitenlandse beurzen. We beginnen met Amerika. De Dow Jones Index sloot gisteren met een verlies van 1,5% op 8.474 punten. De S&P 500 en de Nasdaq noteerden beide een verlies van meer dan 2%. In Amerika waren het vooral de financials die het lastig hadden. Citigroup, in gesprek met Morgan Stanley over de vorming van de grootste zakenbanken van de wereld, verloor maar liefst 17% van zijn waarde. Ook JP Morgan en AIG hadden het zwaar. Uitspraken van de minister van Financiën, Henry Paulson, tegenover televisiezender CNBC waren ook niet in het voordeel van het sentiment. De minister sprak van een moeilijke periode waarbij hij niet kon aangeven of het dieptepunt al was bereikt. Besluiten we met de Aziatische beurzen. De toonaangevende Nikkei-index is dinsdag met een stevig verlies gesloten. De index verloor bijna 5% van zijn waarde. Met name Sony en Toshiba hadden het lastig nadat ze bekend maakten fors geraakt te zijn door de economische teruggang. Andere Aziatische beurzen deden het iets beter dan de Nikkei. De Hang Seng noteerde in de middaghandel ongeveer gelijk aan de slotkoers van gisteren. Tot zover voor vandaag. Een hele fijne dag nog en graag tot morgen. Oh no.